der Nadel mir nah. Jeder hat seinen Ort, trägt der Berling nur geholt. Und was reinkommt, wird geteilt. Nur schnell, nur schnell. An Ort und schnell. Wir erwarten Frau Beatrice. Oh, das Weibchen, oh, wie schlau. Hier, der Bart ist auf, der reiße Hund, der hat bei dich genau. Dann traut sie mir die Schlüssel und ich kenne den Weg genau. Presto, avanti, jetzt sag du Moin. Presto, avanti, machst du wie Moin. All right.
Ihr von Sacchetti sind hier Geschichten. Ja, ihr versteht sich auf das Dichten exzellent. Wie er vollendet, sein Handlung wendet, wie alles passt und alles passt. Hier der Müller unten ab. Der Müller unten ab. Sind bei Jocchi. Hier Fiorentino, der feinste Schreiber, der exzellenteste Zeitvertreiber, evident. Sein Stil ist blühend, blühend, nicht glühend. Merk auf, ihr Freundin des Kardinals. Hier die Freundin des Kardinals. Die Freundin des Kardinals. Oh, Kimbayoki. Ah. Hier mal, Kindfeld. Doch wie keiner zu vergleichen und von keiner zu erreichen. Und dann hält und stimmt und so. Giovanni Boccaccio. Hier sein allerneuestes Thema, Spinellocchio und Zepta. Und was ganz besonders war, die Geschichte ist auch wahr, die soll jüngst passiert hier sein, die soll lesen ihr ganz klein. Und was ganz besonders war, die Geschichte ist auch wahr, die soll lesen ihr ganz klein, die soll lesen ihr erfahren. Was ist verloren? Aus den Lieben treu und wahr. Met Boccaccio. Ah, die Scalza. Ah, goedemiddag.
burgemeester en de gemeenteraad om de 3 maanden moet scheren. Ja. Mijn lieve vrouwtje Beatrice, ik wacht me morgen pas terug. Oh, wat zal ze blij zijn dat ik er nu al ben. Ik kon me namelijk aansluiten bij het reisgezelschap van prins Pietro van Parma. Ja, ja. Die komt hier naartoe naar het hof van de hertog om zijn bruid te halen. De dochter van de hertog. De dochter van de hertog. Zijn bruid. Maar de hertog had toch alleen maar zonen? Ik wou de hertog. Buitenechtelijke dochter. De hertog. Kom. Ja, 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 beste vrienden. Er wordt gesproken over een hofdame. Schitter is dan aan Boccaccio. Alweer die Boccaccio? Wij gaan mee. Wij moeten van de burgemeester eisen dat Boccaccio uit onze stad wordt vervallen. Voortreffelijk idee. Ik voel het dan meer voor een flink pak rammel. Nee. Vervalling. Laat dat onze wraak zijn. Overigens heb ik niks te klagen. Mijn lieve Beatrice zal die Boccaccio nooit stop tot verhalen geven. Ze is het toonbeeld van vrouwelijke deugd en gehoorzaamheid. Ja, maar dat is mijn vrouwtje Isabella ook. En wat denken jullie dan van mijn vrouwtje, Perronella? Die heeft maar oog voor één man. En daar ben ik toevallig. Ah, gelukkig maar. Beatrice, mijn lieve rozenknop. Santa Maria, het man. Wij eisen dus. Schatje. Eisen dus zijn verbanning, hè? Maar eerst aframmelen en nee, veranderen. Nee. Eerst ga ik naar mijn lieve vrouwtje. Nee, wat? De deur is op slot. Wat? Die doet natuurlijk een middagtutje. Is ook zo'n heerlijk weer. Ja, weet je wat? Laten we haar wekken met een serenade. Ja. Alle Schöne, hör diese Töne, hör mein zärtliches Liebesgestöhne. Hier, oh Süße, send ich die Küsse, sende schmachtende Liebesgrüße. Mein Gesang, firuliruli, firulirulera. Dieser Klang, firuliruli, firulirulera. Sag dir ja, in die Nacht, mein geliebtes Ergarte von dir zu scheiden, ach wie nahe ging das uns beide. Doch zu stehen in deinen Nähe, ohne glückendes Liebesehen. Mein Gesang, firulirulli, firulirulera. Dieser Klang, firulirulli, firulirulera. Sag dir ja, firulirulli, firulirulera. Dein geliebtes Ergarte ist. Ich kann meine Kraft, meine Liebe.
Zo knap als het eerste Florentijnse rozenknopje. In de vermomming van boeken verkopen ben ik hierin gekomen om haar te ontmoeten en zodoende achter haar naam proberen te komen. Maar ja, toen al die mannen en vrouwen hier begonnen te vechten, ben ik mij wel huidelijk gevlucht. En daar woont mij Beatrice, die jammer genoeg getrouwd is met die vervelende papiers Kaza. Met die notabene dat dak hier dat thuis moest vallen. Leonetto, ik kon toch niet weten dat jij daar al was. En juist toen jij me aan haar wilde voorstellen, kwam die Skaltsa eerder naar huis, zoals je al zei. En om jouw vrouwtje nou niet te compromitteren, hebben wij maar verzonnen dat wij twee rivalen waren die ons naar binnen hadden gewerkt. En zo hebben wij ons vechtend weer naar buiten gewerkt. Weet je, het leven biedt alle stof voor welke novelle dan ook. Je hoeft maar om je heen te kijken en je hebt al genoeg stof. Luister maar. Ich sehe einen jungen Mann dort stehen, nach einer fernen Gegenstande spähen. Der Gegenstand kommt näher bald heran. Es ist Weib und Mann. Das hübsche Weibchen scheint vom heißen Blut. Aus ihren Augen strahlt Liebesgut. Aus ihren würdigen Gatten Angesicht, da strahlt das Licht. Doch der Jüngling, der dort steht, sendet einen Feuerblick, der um Gegenwände flieht. Und sie sendet ihn zurück, er ist selig, sie begrüßt. Auch der Gatte scheint entzückt, dass ein Weibchen gar so heiter und zu
marschiert man weiter. Dabei trägt man auf die Schwelle meinen Stoff in die Novelle, in die Feder gleich zur Hand. Verdient, ist wohl bekannt, so andern nicht das eigentlich interessant. So muss man verstehen, im Voraus zu sehen, was dort wird geschehen. Das ist doch jeder klar, was da im Werke war. Mit Miene, Wort und Gang steht in Zusammenhang. Fällt man die Menschen durch, kommt gleich mal auf die Spur. Und Fantasie, voll ein muss weiß, dann nein. Heute, junger Mann, versteckt.
toch zo onervaren. Je moet elkaar eerst leren kennen. Nou, dan komt de liefde vanzelf wel. Je moet elkaar trouw zijn. En de liefde die vraagt helemaal niet om trouw. Wat is ze mooi. Ik ben niet kwalijk, maar... Wat bent u hier dan? U heeft uw omslag nog naar uw kerkboek gehoord. Oh, dank u. Reuze altijd. Wat een kerel. Komen voor de hertog en nog minder voor zijn dochter. Nee, ik ben
omdat hier de mooiste, leukste vrouwen rondom die maar kunt voorstellen. Kijk, hoe kort zo schrijft het zelf. De Florentijnse vrouwen kennen maar één soort vrouw, namelijk de onvrouw. Wat moet die Boccaccio toch allemaal beleefd hebben om zo te kunnen schrijven? Als ik niet de prins van Parma was, zou ik Boccaccio willen zijn. Maar wees me niet tevreden. Je gaat, hè? Boccaccio. Oh, pardon. Ja, u lijkt op mijn vriend Boccaccio. Ja, van achter. Ja, van voren ziet hij er zo uit. Wat doet u hier, signor? Ik wil de trots van Italië leren kennen. Giovanni Boccaccio. Oh, te veel eer, signor. Mogen wij uw naam weten? Mijn naam? Alessandro. Ja, meteen. Ja, ik kom uit Parma, ben student. En wat studeerde u zo in Parma? Nou, eigenlijk niets. Hè. Nee. Niets? Nee, rapiant. Ja. Oh. En dat wilt u hier voortzetten natuurlijk? Ja. Dan? Sinds ik uw boeken gelezen heb, wil ik ook schrijver worden. Oh, mag ik uw leerling zijn? Maar u vergist zich, signor Alessandro, als u denkt dat mijn verhalen louter verzinsels zijn. Wel nee, ik beleef ze. Ik maak ze mee. Ik maak ze mee, ja. Ho, ho, ho. Dat is nou precies wat ik bedoel. Meemaken en beleven. Meneer Bruggen, wat van die mooie vrouw kent. Dat komt wel als je uit. Dat dadelijk is het. Zeer veel.
zeker s'nachts. Ah. En heb u toch ja gezegd? O, signora, ik ben de gelukkigste man op deze aarde. Ik heb nog helemaal niets gezegd. Dat is nou de ware liefde. Niet zeggen en toch alles bedoelen. Maar heb ik dan iets bedoeld? Iets? Nou, volgens mij alles. Mag ik met u meedoen? Nee, mijn man komt er zo. Arme blinde, vraagt u om een aalmoes? Nou ja, alsjeblieft, jongeman. God zal het u duizendmaal belonen. Ja, ga nu maar. Hey, wacht trouwens. En wil jij nog een paar van Joffie verdienen? Maar natuurlijk, signor. Nou goed, trek dan al je kleren uit, dan geef ze mij. Hier? Nee, natuurlijk niet hier. Daar onder die brug. Voor mijn beste vriend, ik ben in de zinkende hemel. Appelman, mijn eerste hoofdstuk voor de roman. Liefde naar de kerk. Hey, waar is Boccaccio? Ja. Hij was net nog hier. Ik ga hem trouwens even zoeken. Ik hou er aan. Adios, Boccaccio, de tweede. Dat zie ik. Iedereen doet een Boccaccio. Kom op, kom op. Pak jij hem maar, dat sla even.
es gibt, was ich verloren zurück. Ich erbarme euch, ich mach es reich, den einzigen süßen Blick. Solch ein Blick ist so wenig und so viel, sonderbar, sonderbar, scheine dir das Süde Stil. Abgetan, abgetan, just wie kleine Blick allein, doch erst da. Thank you.
Thank you.
Ein Stern zu sein, wie wird das mich beglücken? Wie
ein Zwang zu Mordier drin, im Herzen in der Krieg, denn ich wohl lieb ein Zeug, wo mir was, wo mir heut noch machen will. Ein Zwang zu Mordier drin, ein Zwang zu Mordier drin, gib doch ein Zeichen, nimm ein
heb net een boze geest moeten verjagen. Een boze geest? Madre mia, een spook? Het was dat zo vroeg op de ochtend al. Eentje van vlees en bloed niet te zuinig. Met die rode ogen en zo'n lange, vlammende tong. Jongen, wat die allemaal uitbraakt. Ik zei het gisteren al tegen je, er zit ongeluk in de lucht. Ik heb gisteren een glas gebroken. En wat heb je met
Dinnig zo je vroeg, was ik zie je in de heer. Kom, de hals in van zijn huis. Kom, je wist wat ze voor mij. Wil ik er afschieten in mag ik hier in standpunt plaat. Eer dit heftig, is zo heftig. Helemaal op de hand, kijk.
zo uw dochter staat te kussen? Alsof u haar minnaar bent. Wat? Ik hier met haar kussen? Maar ik sta twee passen bij haar vandaan. Nee, ik zie het heel duidelijk. U staat vlakbij haar. Oh, en u slaat uw arm om haar heen. En drukt haar tegen u aan. Dat is niet waar. Ik zweer het nu. Handen. Zo'n oude man met zo'n jong meisje. En dan nog wel zijn eigen dochter. Maar u edele. Ik sta hier al de hele tijd bij mijn eer als kruidenkoper. Oh ja? Moet ik dat geloven? Ja. Ik sta hier al de hele... Nou, kussen. Nee. Anders vraagt dat via mij dat niet. Etta. Die interesseert mij niet. Maar als het waar is wat u zegt, dan is die boom werkelijk behekst. Dan zie je in die boom dingen die helemaal niet bestaan. Weet u wat? Klimt u zelf in die boom en overtuig u zelf. Maar kan dat geen kwaad van mij in die boom? Nee hoor, in die boom kan het geen kwaad. Maar daaronder des te meer. Minuten hier. Den Augen hier, die halte fest ein süßes Glück. Nahe bei dir zu weilen, in Traumzärtlichkeit. Jetzt, küsst du schön. Amen, Mirakel, jetzt legt er seinen Arm um sich. Die eigenen Augen glauben kaum, und du verhext den Saum. Denk ein Laden Sie, Herr Kavalier, zu trinken. Denk uns, Gnade zu versuchen, diesen Wein. Schau, wie das denn auf dem Fass. Gar nicht nötig und nicht das. Die Rote Fähne ist doch am Berg. Siehst du nicht, das wäre vom Blech. Wenn's aber muss sein, krieg ich noch einmal hinein. Wir sind allein, allein zu zwei. Das Licht sieht herrlich groß.
die Gesichter aus. Selber hab ich dort vernommen und lief gleich zu euch hinaus. War vielleicht die Offizier, was ein jeder Bäder bauen der. Ja, jetzt wird die Mannschaft klar. Das ist mir offenbar zu Puppen, Wander und wir mit dem Namen schenken ihren Sieg. Umzingelt ist das Haus, heute kommt er uns nicht aus. Diesmal soll der Sieger nicht gekommen. Was verkünden wir nun? Sieht unsere Freunde draußen, sie hielt den guten Platz. Unsere Kosten jetzt lang genug gelacht. Thank you.
Ja, dat moet dan het einde zijn van mijn romance met Isabella. Met al die andere mooie vrouwen waar ik nog romance mee had willen beleven. Schiavetta moet trouwen met een groot hoofd. Arme Boccaccio. Wacht eens, daar ga ik iets aan doen. Luister, de hertog zal u zich in de kort ontbieden om u te bedanken voor de grote zorg waarmee u zijn dochter had op. Wat een ere. Dus een prinses heeft incognito de was gedaan, met mijn sokken gestopt, met mijn ondergoed opgevouwen. Prinses, hoe is het toch mogelijk? Via Metta, een prinses? Wat een eer om met de hertog kennis te maken. Dat is niet nodig, denk ik. U kent zijn hoogheid al. Ik? Kennen? Waarvan dan? De hertog bracht soms vermomd het kostgeld voor Via Metta. Wat? De hertog zelf? En vermomd? Dan ben ik verloren. Ik wist het wel, want het eerste wat ik vanochtend tegenkwam, was een varken. En dat brengt over. Oh, God.
Bye.
beste kerel, goed dat ik je hier heb. Moet je horen, ik heb met de burgemeester gesproken. Ja, luister maar mee. Hij heeft het verzoek om Boccaccio te verbannen afgewezen. Ja, net niks geklaagd. Ik ga nu een openbare rechtszitting houden. En wel op deze plaats. De plaats waar hij ons beledigd heeft. Voortreffelijk idee. Zo. En dat zal er ook wel degelijk zijn, nietwaar? Dat hoort toch zo? Oh ja, dat lijkt me heerlijk. Met z'n allen hier Boccaccio op het plein veroordelen. Rustig dan maar, Lotterie, luister. Voor het leiden van de rechtszitting had ik gedacht aan de majordomus van het Hof van Florence. En signora Isabella, wat betreft de verdediging had ik gedacht aan de secretaris van de hertog, Giovanni Capozzo. En als jullie twee, Lambertuccio en Lotterie, als jullie nu de aanklacht indienen, nou ja, en of het dan leuk wordt, mijn beste vriendje, dat zullen we maar afwachten. Kijk, ja, daar in de verte zien we Wenn so wie von Boccaccio spricht, die
die Wahrheit sagte immer ich, doch immer stehe mal heucheln. Immer heucheln, immer heucheln. Darauf verstehe ich mich wohl schlecht. Was ist das hier, Boccaccione? Wo kannst du diese Aufdauer? Du gibst aber ein Bett nach oben! Thank you.
zeg mij wie dat is. De Universiteit van Pisa heeft de dichters gewoon verleend aan de Florentijn. Die zit Giovanni Boccaccio. Oh, aan mij? Wat? Oh. Is de secretaris van de hertog. Caboccio is Boccaccio. Boccaccio! Hij is gekroond. Het zij zo. Ze heeft gelijk. Ik zal het hem gaan vertellen. Fiametta. En daar nou toch alles nog goed gekomen is. Want deze novelle, die heeft een goed einde. Wil ik aan ieder die ik mogelijk beledigd heb of vergiffenis vragen. Maar ja, wat moet ik? Aan alles zijn toch de schuld de vrouwen. Die mooie
vermeld dat een van onze medeoprichters, in 1931 wel, in het midden aanwezig is. We hebben gezocht en gezocht, maar ja, we hebben het gevonden. Ik wou vragen onze Benjamin eventjes naar zijn kelder gaan. Daar is het strakje. Applaus! Wel thuis, we houden thuis komt en morgen weer voetbal.